Misschien beginnen met de titel. De titel is officieel technisch adviseur hoofdopleiding. Wat dus automatisch impliceert dat er twee luiken zijn. Het luik van de adviserende, dat is dan naar alles rond de eerste ploeg toe. Naar dagelijks werk en communicatie, samenstelling van de staf, samenstelling van de spelersgroep en zo verder. En dan het tweede luik is hoofdopleiding, wat eigenlijk tot op 1 juli mijn taak was. Naar jeugd toe, dus van de allerkleinsten tot aan de beloften, het volledige programma uitwerken en besturen. En nu is dat eigenlijk tot U17 komen daar twee mensen voor die mij assisteren, die eigenlijk meer dan dat eigenlijk bijna overnemen. Twee mensen waar ik absoluut kan op vertrouwen, dat is Bart Terre en Frederik van den Bussen. En dan had ik sowieso vorig jaar al voor de allerkleinsten Tom Ruitings die de onderbouw op zich neemt. Dus eigenlijk kan ik met gerust gemoed enkel kijken dat ze het heel goed doen. En dan komt voor mij eigenlijk een beetje nieuw dat het A-kern, B-kern en U19 is, wat dat voor mij mijn dagelijkse bezigheid is geworden. En dan natuurlijk, dan zie je dingen gebeuren van spelers die vertrekken en spelers die moeten bijgehaald worden, dan neemt dat wel eventjes de bovenhand. En dat was nieuw voor mij, maar goed, ik denk dat het een fantastische leerschool was om daar direct te mogen mee beginnen. Eigenlijk is dat plots, want we zijn sinds mei bezig. Met zijn makelaars dan uiteraard, om zijn contract open te breken. Goed, we kwamen daar moeizaam naar elkaar toe, dat was niet zo simpel. Maar uiteindelijk zijn we pas op 14 augustus ingelicht dat ze dus niet inhingen op gelijk welk voorstel van ons en dat ze ook geen tegenvoorstel wensten te doen. En meer zelfs, dat ze eigenlijk een concrete piste hadden om een transfer te doen. Waarop dat wij gezegd hebben, voor ons is dat niet bespreekbaar, ook nog niet goed uitgelegd waarom en zo verder. En dan komen we eigenlijk zaterdag tot de constatatie dat er toch iets meer aan de hand is. Als je Igor ziet spelen, dat hij nog altijd zeer goed doet, maar toch niet uit de kleedkamer komt. Een beetje last, maar goed, last die misschien wel meer vanuit het mentale komt dan vanuit het fysieke. En dan hebben we zondagmorgen met de voorzitter en die van Dam en de trainer, met de entourage van Igor en Igor zelf samengezeten. En dan werd het zeer snel duidelijk dat het bijna niet mogelijk was om hem hier nog te houden. We hebben een ultiem voorstel gelanceerd, waar dat ze niet op inhingen. En dan zijn we vanaf zondagmiddag beginnen werken aan een mogelijke overgang naar Kopenhagen. En dan pas hebben we ook voor de eerste keer contact gehad met Kopenhagen. En dan hebben we onmiddellijk gelijktijdig de pistes gestart van wat zijn de opties als hij dan effectief vertrekt. Als dat lukt, wat doen we dan? Hè? Dus eigenlijk was dat, kan je zeggen, dat er binnen een week een speler vertrokken is en bijgekomen is. Dat we ervoor niet op de hoogte waren van de concrete interesse. In eerste instantie is iedereen, de spelersgroep, de trainer, het bestuur, iedereen die er iets mee te maken heeft, zeer ontgoocheld. Ik denk als Igor ziet spelen de voorbije vier wedstrijden, als je het seizoen van Igor vorig seizoen bekijkt, ja, dan ben je ontgoocheld dat iemand met zoveel kwaliteit en nog zoveel potentieel verliest. Dat is simpel. Maar goed, dan kom je tot de constatatie dat het niet anders meer kan. En dan moet je direct de knop omdraaien en dan inderdaad, als de eerste ontgoocheling wat weg hebt, dan komt ook de trots dat we eigenlijk een speler uit het niemandsland van Gent kunnen weghalen. Met heel veel dank aan de coach die met hem gewerkt had en zegt van dat is toptalent. En die hem in één seizoen 4-5 keer beter maakt. En dat we dan als vereniging een transfer kunnen doen, een mooie transfer in 1 jaar tijd, ja, dat maakt ons wel trots. Dus de timing is jammer. Als we dat op het eind van dit seizoen hadden kunnen doen, was het veel mooier geweest voor alle partijen, denk ik. Ook voor Igor, maar goed, dat zal de toekomst wel uitwijzen. Op het moment dat we een piste of meerdere pistes gaan bekijken, dan zetten wij niet voorop het moet een huurspeler zijn of het moet een gekochte speler zijn. Ik denk zelfs dat je mag zeggen, bij elke transfer dat we doen, als het een jonge speler is in eigen beheer met doorverkoop, mogelijkheid tot doorverkoop, dat we die altijd zullen nemen. Dat wil elke ploeg. Alleen kom je op 2 weken voor het einde van de transfermarkt met een vraag van je moet een goede, kwaliteitsvolle spits vinden. En dan zet je alles op een lijstje en kijk wat de mogelijkheden zijn. En binnen de shortlist van 4-5 namen stonden zowel huurspelers als te kopen spelers. En ons eerste criterium is alleen maar kwaliteit geweest. Vandaar ook dat uiteraard een speler van Club Brugge kan. Want dan focus je echt op kwaliteit. Want als we denken als supporters en aan de reacties, dan weten we dat dat niet evident is. Daar waren we ons van bewust. Maar goed, we hebben zowel met bestuur als staf, als iedereen er rond gezegd van kijk, kwaliteit is het eerste item. Wel, sowieso is Igor vertrokken en Igor is een zeer snelle, explosieve spits die kopbalsterk is, die zeer bewegelijk is, die graag vanuit het centrale die hoeken ingaat en veel werkt. Dus daar zijn we met dat profiel
gestart en kwam onmiddellijk bij Bakenga uit. Omdat hij vooral in Noorwegen dan, want op Club Brugge hebben ze hem eigenlijk foutief altijd op de flank geplaatst. Tot zijn eigen grote frustratie. Hij werd gehaald als centrumspits om Akpala te vervangen, die dan plotseling bleef. Waardoor dat hij moest uitwijken en zo verder. Dat is het gekende verhaal. Ik kan net hetzelfde. Hij is zeer, zeer snel. Hij is iets groter dan Igor. Hij heeft een enorme sprongkracht. Misschien kan de timing nog wat beter. Maar qua profiel al hetzelfde. Het is iemand die dan misschien ten opzichte van Igor iets gemakkelijker scoort. Dus ik denk dat hij op 85-90% bijna een kopie kan zijn van de kwaliteiten van Igor. Niks dat ik nu kan zeggen van ja, op die positie komt er zeker iemand bij. Het is wel zo. Ons middenveld is zeer goed gestoffeerd in aantal. Ik denk dat het heel duidelijk is dat we geen middenvelder bij halen. En ik denk dat we sowieso bekijken om een extra aanvaller of een extra verdediger. Maar dan moet het profiel goed zijn, dan moet het motivatie van de speler goed zijn, dan moet het financiële plaatje kloppen. We gaan niet zomaar een speler gaan bijhalen om iemand bij te halen. Dan moet het een gerichte transfer zijn. Met heel veel enthousiasme en we zijn allemaal zeer benieuwd. Voor wat cirkel betreft woelige weken geweest. Er was eigenlijk geen onrust, maar goed, het blijft wel moeilijk om een vertrek van een speler en een nieuwe speler op te halen. Het feit dat je maar 1-12 hebt. Ondanks het feit dat de eerste drie wedstrijden eigenlijk aards moeilijk zijn. En misschien ook wel logisch dat je dat niet zomaar alles wegkaapt. Dan zie je denk ik dat de groep zich ongelooflijk sterk herpakt op training, qua motivatie, qua plezier. Dan zie je dat ze in Leuven een hele goede wedstrijd spelen, maar als het dan net wat moeilijker gaat, dan zit je in die hoek wel te klappen vallen en dat slaat het ook nog eens tegen. Maar we zijn ervan overtuigd dat we met dezelfde groep en die motivatie nu weer op training, dat was recht zetten.